Ja, we moeten vandaag, hè? Maar die gasten van Sassen op tv, die zijn er nooit. Wie zijn dat eigenlijk tegenwoordig? Nieuw seizoen begint, heb je ze ergens gezien? Ik had te lang verwacht. Ik denk, die gaan een fiets doen en zo, maar... Winterbal, Van der Sotters, niemand. Geen rode jasje te bekennen. Ja, dat moeten wij maar doen. Jullie, waar zijn we vandaag? Nou, we zijn bij Oranje Zwart. En daar gaan we onze receptie gaan we houden. De receptie? Nee, de receptie niet. Prinsenbal! Prinsenbal? Ja, ons prinsenpaar gaat vandaag af, hè? Eindelijk gaan we afscheid nemen. Mogen we dat zeggen zo? Wij wel. Oh, dan zeggen we dat. Ja. Prins Bert, prinses Ilona, ja. Overboord. Huppakee. Afvoeren. De IJssel in. Ja. Misschien, we hebben daar een hele grote slot bij de... Met de trein daar al, misschien varen ze of drijven ze wel richting de Kladdengat, dus zijn wij er mooi vanaf. Ja, mogen ze daar blijven. Maar ja, en dan? Ja, dan moeten we kijken als we een nieuwe kunnen vinden. Ik heb wat gehoord. Heb jij wat gehoord? Ja, niet één hoogheid, twee hoogheden. En twee hoogheden. En geen prinsenpaar, dat doen we niet meer. Nee, dat één keer. Eén keer en nooit weer. Dus vanmiddag twee nieuwe hoogheden van de Tondersotters. Wat wil je nog meer? En Dansbriekers. En Dansbriekers, ja. Daar hebben wij ook nog. En Rudy. Sowieso. Nou, die is er altijd. Maar geen Sassen op tv. Nee. Nou, dat wordt ook een keer gezellig. Ja. Nou, helemaal goed. Ja. Hey, we zeggen vanmiddag. Appetit. Hey, Goedenavond. Hey. Verder. Carnavalvereniging de Tondersotters. Mijn naam is Rick. Ik ben weer ingevlogen vandaag helemaal vanuit de Achterhoek om deze eervolle taak te doen vandaag als ceremoniemeester. Allereerst van harte welkom. Ik wil jullie als verenigingen vragen om een beetje te verspreiden door de zaal en jullie op te stellen. En we doen allemaal even mee. Het is natuurlijk niet helemaal een verrassing. Dames en heren, handen op elkaar voor carnavalsvereniging de Tondersotters. Met prinses Ilona en prins Kurt, de dansmarietjes. Prinses Ilona en prins Bert, hoe was het afgelopen jaar? Afgelopen jaar stonden we 's ochtends bij arm, hè? Op de Wolters was het geloof ik. En nu zijn we natuurlijk heel benieuwd wie jullie gaan opvolgen vandaag. Ja, dat wordt een verrassing, hè? Gaan we zien straks. Aan wie mag ik de microfoon overdragen? Ja, Rick, ik ga hier achter jou. Oh, kijk, je hebt er een. Oh, ja, nou, hey, dus mag jij het overnemen? Ja, ja. Dankzij Emma Zoons. Hey, alle Zwolse verenigingen, verenigingen uit Arnhem en Apeldoorn, Hattem, welkom. Hey, nu mag je nog. Hoogheden. Eindelijk is het dan zover. We gaan afscheid nemen van jullie. Afscheid klinkt altijd zo naar, hè? We gaan jullie laten abdiceren. Abdiceren. We gaan beginnen om alle optuigingen, en ik zou het vast en zeker allemaal op de verkeerde manier zeggen, maar die gaan we jullie van ontdoen. Vorst Freddy. Oh, wacht even. Meestal beginnen we bij onze adjudant. Diadeem gaat mee. Alle onderscheidingen. Wolters Recycling is maandag weer. Nee, ze hebben niet zonde. AliExpress. 6 euro. Even bij de set. Steek maar even. Freddy denkt, ik bied me nooit meer aan.
Wat heb je gevonden? Moet even denken. Dan ga ik je niet zo goed hebben. Oh ja, tuurlijk. Een knoop en naald en draad. Vraag ze aan mij, wat is dit? Nou Bert, aan jou de taak. Ik zeg, naai die knoop er maar op. Beter zien zonder bril. Dank jullie wel. Ik heb ook niet aan Alisa Asma gedacht. Sorry, Alice. Is gek op muziek en Formule 1. Dames en heren, hier is van de jeugd Prins Davy. Het belangrijkste, raak hem niet kwijt, maar daar ben ik ook niet bang voor, want je hebt ervaring in zak naast of staan. Hier staat Prins Davy. Tot de zon. Geef ze een applaus, Prins Davy, Antje van Perit. Ja, ja, zelfs voor mij is het elk jaar weer spannend. Want ook ik weet onderweg hierheen niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb net kennis gemaakt. En dat gaan jullie nu ook doen. En het is een mooi tijdstip, want het is 4:11, zag ik. Dus het is een prachtig moment om te gaan kijken wie dit jaar de adjudant en prins of prinses wordt van carnavalsvereniging de Tondenzotter. Zijn jullie er klaar voor? Dames en heren, achter deze deur staat een voetbalvrouw. Ze heeft al 14 jaar een seizoenskaart van PEC Zwolle. Dus dat is goed, hè? Je zou haar kunnen kennen uit het café De Stoof of Ons Café. Dames en heren, handen op elkaar voor adjudant Jan! Is het een prins of prinses? Nee, het is nog een adjudant. Ja, ze leest graag Engels, maar houdt wel van de Polonaise. Je zou haar kunnen kennen van de Jumbo in Assendorp. Dames en heren, groot applaus voor adjudant Sja. Waar we de hele
hele middag op hebben gewacht. De prins of prinses, de nieuwe van carnavalsvereniging de Tonnenzotters, is pas net lid. Heb ik mij laten vertellen. Hij wordt dit jaar niet alleen prins, maar ook nog Abraham. Dus het wordt een extra bijzonder jaar voor deze man. Hij is tevens de vader van deze twee prachtige dames. Dames en heren, hier is Prins Patrick. Dames en heren, Prins Patrick. Ja, dat is pas de eerste onderscheiding. Ja. Hij past. In ieder geval niet meer koud krijgen. Hij is bijna compleet. Dat moet je doen. Dus hoogheid, alstublieft. Ja? Het zit nog steeds goed? Helemaal niemand, hè? Nee. Ik vind het schande. Ik ook. Schande voor Sassen. Ik heb... Dat is het laatste woord die je hond gesproken. Ik denk dat we... Ja, daar moeten we wat mee. Ja, het geest je om hoe wij één met gaan praten, man. Dat kan niet. En dit zijn normaal gesproken mensen waar je niet omheen kunt. Nee, je bent er altijd, maar dit jaar... Zijn ze niet zichtbaar, dan zijn ze wel met de kaart aanwezig. Ja. Maar nu? Als ze zitten in Barcelona. Het was wel rustig. Heel rustig. Maar Barcelona, wat doe je daarmee? Het was rustig en niemand Barcelona. Je hebt zo'n blaaskaart bij Sassenonk TV. En ja, je zat hier heel druk ermee. Maar dan zegt hij ineens op, ik zit in Barcelona met mooi weer. Ja. En wij staan hier gewoon in de regen. Maar is hij nog druk of zegt hij dat hij druk is? Ja. En de bar is hier druk. Maar meer ook niet. De fusten leegmaken. Ja. Is ook een taak. Ja. Maar goed, wel verzaakt, hè? Sassenonk TV. Ja. Wel verzaakt. Ja. Ja. Maar goed. Wij gaan een informatie... Gisteren gaan we er aan kijken. Hebben we daar een factuurtje? Ja. Uurtje, factuurtje? Ja. Ja, dat was een lange middag. Ja. Ja, een arme vereniging, hè? Geld moet ergens vandaan komen. Ja, ik vind het goed. Maar het is wel gelukt. Het was een berengezellig feestje. Het was zeker gezellig. Ja. En een jeugdhoogheid. En wat voor jeugdhoogheid? Ja. Super slogan. Ik ga hem niet zeggen. Laat de kijkers maar opzoeken. Super slogan. Grote hoogheid. Zenuwachtig als de rest. Joh. Was niet te zien. Leuk. Was niet zo rot de mond. Maar precies. En dan spreek ik nu dan. Ja. Ze doen we nog heel weer aanwezig. Ik heb heel even een moment getwijfeld. Twijfel jij? Een half seconde. Dat moeten wij niet doen. Leuk. Nee, dat gaat ons niet lukken. Leuk. Goddelijk lichaam. Gaat ons niet lukken. Ja. Ja. Maar goed. Ik zal zeggen, luidjes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Misschien bij weer, hè? Ja. Ciao. Yo.